Ik ben Jelle van The Messy Chef en ik ben vandaag weer op ontdekkingstocht voor de Leize. En je raadt nooit over welk product ik het vandaag ga hebben. Juist, patatjes. Stefan heeft er mij alles over verteld. Kijk, hier. Het is met deze machine dat de gekiemde aardappelen in de grond worden gestoken. En Stefan is blijkbaar goed verzekerd, want ik mocht zelf achter het stuur kruipen. De aardappelen worden goed verzorgd en eind juni worden de planten verpulverd en een maand later is het tijd om te beginnen oogsten. Daarna worden ze gewassen, gesorteerd en in een donkere, gekoelde loods opgeslaan. En omdat ik Stefan zijn machine in de gracht heb gereden, maak ik hem iets lekkers klaar. Nee, grapje. Vandaag maak ik krokante aardappelen met chorizoolie en yoghurt. Kook de gesneden aardappelen in gezouten water. Allee hop, deksel erop. Over naar die heerlijke chorizo. Die gaat straks zorgen voor wat extra pit. Een beetje mijn versie van de patatas bravas. Dit heeft mij trouwens 20 takes gekost. Maar goed. Doe de chorizo in een pannetje met wat olijfolie en laat het rustig bakken. Zalig. Ik zou er echt heel de dag naar kunnen kijken. Dan is het tijd voor de aardappelen. Schud ze even op zodat er barstjes in komen en bak ze krokant in de olie. Tak je tijm erbij. Hela, we zitten hier in de Provence. Draai de patatjes zodat ze aan alle kanten mooi krokant zijn. Meng wat yoghurt met peper en zout en dan check hoe crispy. Zalig. Teentje look, die raspen we natuurlijk, want niemand wil een groot stuk look in de mond. Even roeren en snijd dan de bieslook fijn. En nog een beetje showcooking. En dan is het tijd om af te werken. Smeuge yoghurt, krokante patatjes, heerlijke chorizoolie, zuurtje erbij, afwerken met bieslook. En voilà. Even oogcontact maken met mijn prooi en dan aanvallen. Aardappelen. Man, man, man. Wat een godsgeschenk.